ben vandaag op bezoek bij de Meester de Jong school in Amsterdam. Een excellente school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Eigenlijk om twee dingen doen. Eén, om te leren hoe hun excellentieprofiel nu echt werkt. En aan de andere kant heeft deze school meegedaan aan een pilot van ons vernieuwde toezicht. En ik hoop nog wat tips en trucs te krijgen hoe wij ons eigen werk nog kunnen verbeteren. Dus ik ben heel benieuwd naar vandaag. Ja, hartstikke leuk. Op dit moment vindt er een hele grote verandering bij de inspectie van het onderwijs plaats. En die wordt door Monique getrokken. En dat is goed nieuws, want zij is bij uitstek in staat om zo'n proces tot een goed einde te brengen. Het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid. En als je dat neemt, daar word je sterker van. Dat zie je bij scholen, dat zie je bij medewerkers. En je krijgt gewoon trots op je eigen organisatie. En daar houdt zij heel erg van. En dat heeft ze zelf ook. Het is heel duidelijk een meer dialoog die ontstaat tussen de inspectie en de bestuurder. Maar tegelijkertijd zorgt die dialoog er wel voor dat je ook intern veel meer betrokkenheid ziet op alle lagen bij welke kwaliteit leveren we en hoe borgen we die. Vroeger gingen we op zoek naar risico's op een school en was het gesprek, het eindgesprek, heel erg bevindingen, oordelen die wij teruggaven aan de school. Nu wordt ook veel meer van ons verwacht dat we de dialoog aangaan op scholen. Het eindgesprek veel meer een feedbackgesprek is. Ook sociale media horen daar natuurlijk bij. Dus ik gebruik dat zelf ook om, als ik op scholen ben, leuke voorbeelden te twitteren. In de hoop zo ook anderen te inspireren. En wat Monique bijzonder maakt is in hoeveel verschillende dingen ze goed is. Het laatste jaar hebben wij een grote interne verandering doorgemaakt. We hebben extern ongelooflijk veel betekend via kansenongelijkheid. Maar we hebben ook een hele ingewikkelde discussie gehad met de Tweede Kamer en met het parlement. Heel veel managers durven niet echt tegen de baas in te gaan, durven niet tegen de politieke leiding in te gaan. Nou, daar heb je met Monique geen last van hoor. Die vertelt je gewoon ronduit wat goed is, maar ook wat fout is. Uiteindelijk is het bij haar altijd de vraag, wat hebben scholen, wat hebben leerlingen eraan? En als je dat niet kan uitleggen, wil ze er niks van weten. De lat ligt heel hoog. En je ziet ook dat die kinderen echt gewoon de hele dag aan het leren zijn en talent aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Ja.